Klaar? Is een gedicht van een, van een dichter. En hij had een slimme idee. Hij zei, ik ga een gedicht lezen waar heel veel woorden in gespeeld wordt, waardoor het moeilijk wordt om te onthouden. En hij zei, صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل الماء والزهر معا مع الزهر لخض المقل فأنت يا سيدي وسيدي ومولاي فكم فكم تيمني غزيل أقيقلي قطفته من وجنة من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا فقد هدى محرمي فخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا ويللي فقلت لا تولولي وبيني لؤلؤلي قالت له حين كذا انهض وجد بالنقل وفدية سقونني قهوة كالعسلل شممتها بأنفي أزكى من القرنفل في وسط بستان حلي بالزهر والسرور لي والعود دن دن دنلي والطبل طب طب طبلي طب 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 طبلي والسقف صقصق صغلي والرقص قد طابلي شوى شوى وشاهش على ورق سفرجلي وغرت القمر يسيح ملل في الملل ولو تراني راكبا على الحمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشة العرنجلي والناس ترجم جملي بالسوق في السوق بالقلقللي وكل كعكة قيقة خلفي ومن حويللي لكن مشيت هاربا من خشية العقنقلي إلى اللقاء الملك المعظم المبجل يأمرني بخلعة حمراء كالدمدمل أجر فيها ماشيا مباغدا للزيل أنا الأديب المعي من حي الأرض الموصل نظمت قطعا زخرفة يعجز عنها الأدب أقول في مطلعها صوت صفير قلب. شكرا. En dan nu even. Ja, in Nederland. Volgende keer. Ja, want het is niet willen. Maar wel. Ja. Nee. Heel kort, heel kort. Ja, wat had het dan? De dichter die maakt het juist heel erg moeilijk door instrumentgeluiden te maken. En dat maakt natuurlijk een gedicht heel lastig om dat na één keer te horen, om dat zomaar te gaan reciteren. Dus hij maakte de koning heel erg lastig door te zeggen, nou een oud, dat is een instrument die in het Arabische continent heel erg gespeeld wordt. En die maakt, en die zegt, nou die maakt geluid als den, den, denneli. En een tap, dat is zo'n drummer, die zegt, ja, maar die maakt geluid als tap, tap, tabeli. En hij speelt eigenlijk klanken, doordat eigenlijk het onthouden van dit gedeelte heel erg moeilijk maakte. En het mooie is, hij zei, de koning, want dat ben ik vergeten, degene die dus met een gedicht komt, die ik niet kan, opnieuw kan voorlezen, die krijgt bij mij zoveel goud als het materiaal waarop het gedicht geschreven is. Dus die gedichter, die dus de wedstrijd, die kwam met een stuk marmer, heel zwaar, had hij de gedicht daarop geschreven, echt een stuk baksteen, zeg maar. En zoveel goud kreeg hij dan. En hij was dan daarnaar. En dat gedicht stamt uit van het jaar 750. Zo. Don't forget it. Hier van de universiteit dan? Oké. Okay. Dan komt hij in de vaas. Ja, we gaan ze binnenkort eten. En ik heb hier nog een aantal video's die we misschien even kunnen draaien. Een beetje opgericht zijn. Nou, jullie nog ook nog een? Ja, dat is een goede vraag. Ja, misschien van de CLRS. Ik heb het niet kunnen vinden als jij die kan vinden. Maar jij